Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemorgen, Goedenavond, Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag wil ik het hebben over de sinusregel. De sinusregel zorgt ervoor dat je in een driehoek, waarin er misschien wel geen rechte hoek zit, dat je toch dingen kan uitrekenen. Dus dat is een hele aardige regel. We hebben de rekenmachine bij nodig, dus ik zet alvast de rekenmachine in beeld. Om te voorkomen dat ik het vergeet, zoals vorige keer. Oké, eerst even wat conventies. Dit is een algemene driehoek, die misschien wel niet rechthoekig is, met hoekpunten A, B en C. Ja? De hoek bij hoek A, die noemen we alfa. De hoek bij hoek B noemen we beta. En de hoek bij hoek C, die noemen we gamma. Dat zijn Griekse kleine letters uit het Griekse alfabet. Verder, de zijde tegenover punt A noemen we A. De zijde tegenover punt B noemen we B. En de zijde tegenover punt C noemen we C. Dus we hebben niet alleen hoekpunten A, B, C, maar de hoeken hebben ook een eigen naam, de grades, alfa is zoveel graden. En de zijdes, die hebben dan ook weer een korte naam. Goed, nou, de sinusregel, die zegt het volgende. Ik moet heel eventjes kijken wat de bovenkant is in het boek. Ja, de sinusregel zegt dat A gedeeld door de sinus van alfa gelijk is aan B gedeeld door de sinus van beta. En dat dat ook gelijk is aan C gedeeld door de sinus van gamma. Oké, en als je dit hebt, dan kun je dingen uitrekenen. En eigenlijk is de regel, als je van een driehoek een hoek weet en het tegenoverliggende zijde, en je weet één ander ding, dan weet je alles. Dus even de intuïtie, als je van een driehoek en dat is niet helemaal waar, maar dat leren we in de volgende theorie. Als je van een driehoek een hoek weet en de tegenoverliggende zijde, en één ander ding, dan weet je alles. Oké, hartstikke leuk natuurlijk. Tijd voor een voorbeeld. Dus pak even deze driehoek. Deze hoek is, laten we zeggen 40 graden. Deze zijde is 8. En één ander ding. Dus laten we zeggen dat deze zijde 9 is. En de vraag is dan, bereken de rest. Dus, even letters erbij. A, B, C. Dus we weten nu dat alfa gelijk is aan 40 graden. We weten dat A is gelijk aan 8. En we weten dat C gelijk is aan 9. Als we nou die sinusregel die hier staat gaan invullen, dan ziet dat er zo uit. Dus 8 gedeeld door de sinus van 40 graden is gelijk aan B gedeeld door de sinus van beta. Oké, daar weten we dus helemaal niks van nog of zo. En dan hebben we ook C gedeeld door de sinus van gamma. En C was 9 en gamma weten we niet. Dat betekent dat we, deze vergeten we even. En hiermee kunnen we die uitrekenen. Hè, want we hebben nu eigenlijk gewoon dit staan. 8 gedeeld door de sinus van 40 graden is gelijk aan 9 gedeeld door de sinus van gamma. Als twee breuken gelijk zijn, kon je kruisingen vermenigvuldigen. Dus dat betekent dat 9 keer de sinus van 40 graden gelijk is aan 8 keer de sinus van gamma. En dat betekent dat de sinus van gamma, je kan beide kanten delen door 8, gelijk is aan 9 keer de sinus van 40 graden gedeeld door 8. Ofwel gamma, dat als je de sinus van de hoek weet en je wil de hoek zelf weten, dan moest je de shift sinus doen. Gamma is de shift sinus van 9 sinus 40 graden gedeeld door 8. Dus dat gaan we even intoetsen. Ik ga nog heel eventjes hier de rekenmachine instellen, dat ik hem zelf ook kan zien. Oké, even die zooi weghalen.
En dan krijgen we dus de shift sinus. Rekensin staat op graden, dat kun je zien bij degree. Shift sinus 9 sinus 40 graden. En dan moet dat ook nog worden gedeeld door 8. Zo, en dan zeggen we gamma is 46,3 graden. Omdat we nog mee gaan doorrekenen, rond ik hem nog niet af. Ik sla hem in mijn rekenmachine op met het knopje STO in lettertje A. Of het is misschien mooier omdat het hoek C is om hem in lettertje C te doen. Zo. Oké. C. Goed, nu zit hij in C. Dat is leuk. Dus nu weten we deze hoek ook. 46,3 puntje, puntje, puntje. En maar ik had gezegd dat je alles zou weten van de driehoek. En nu weten we nog niks over die base. Er is nog iets anders wat we van driehoeken weten. We weten dat de som van de hoeken in een driehoek 180 graden is. Dus we weten dat beta gelijk is aan 180 graden min de andere twee hoeken. Dus min 40 graden min onze hoek gamma, 46,3 puntje, puntje. Dit kan je uitrekenen en dat kan je uitrekenen zonder afrondfout door te doen 180. Er ging een alarm, maar dat was niet een belangrijk alarm. 180 min 40 min 46,3. Oh nee, dat was dus niet 46,3. We hadden het in C opgeslagen. Hè? Dus we gebruiken hier onze rekenmachine en zeggen dat is C. Oké, dat is 93,7. Of ik schrijf het liever op als 93,6 puntje, puntje, puntje. En omdat dat hoek B is, sla ik het op in B. Zo. Maar nu kunnen we met dat eerste stuk van die sinusregel zijde B uitrekenen. Kijk maar, want we weten nu dat 8 gedeeld door de sinus van 40 graden gelijk is aan B gedeeld door de sinus van beta. Maar beta hadden we net uitgerekend, dat was 93,6 puntje, puntje. Dus B, eventjes hier verder, kruisingsvermenigvuldigen. Dus B keer de sinus van 40 graden is gelijk aan 8 keer de sinus van 93,6 puntje, puntje, puntje graden. Dus B gaan we delen door die sinus van 40 graden. Is 8 keer de sinus van 93,6 puntje, puntje, puntje graden gedeeld door de sinus van 40 graden. En dit kunnen we weer intoetsen zonder dat we afrondfouten maken. We doen namelijk 8 keer de sinus. Hoe kom ik trouwens aan die 93,6? Dat was de B. Oké. 8 keer de sinus van die 93,6. Dus dat was hoek B, die had ik in variabele B gezet. Gedeeld door de sinus van 40 graden. En dan kom je uit op 12,4 afgerond. En nu weten we dus alle zijdes en alle hoeken van deze driehoek. Terwijl we eigenlijk alleen maar eerst dus hoek alfa wisten en zijde A en zijde C. Oké, is dit alles? Niet helemaal, maar er zijn eigenlijk nog twee dingen. Eén ding wil ik nu doen en het andere ding doen we in het volgende filmpje. Het ding wat ik nu wil doen is dat je natuurlijk niet alleen maar een driehoek krijgt met drie gegevens en dat ze zeggen reken alles maar uit. Je krijgt natuurlijk ook moeilijkere dingen met grotere driehoeken, met meerdere driehoeken erin en dan moet je zelf een beetje bedenken wat je moet uitrekenen. Dus ik denk dat het ook leuk is om eventjes te kijken naar een som. Som 19 is dus eigenlijk gewoon letterlijk wat we hier hebben zitten doen, alleen dan met andere getallen. Bij som 20 mag je een bewijsje geven. Nou, dat is natuurlijk leuk. Misschien is het leuk om even te kijken naar som 22. Dat is zo'n afsluitende opgave. Ze zeggen, even ruimte maken op bord. Ze zeggen in de Grand Canyon heeft een landmeter opgemeten dat de afstand tussen de markante punten A en B gelijk is aan 420 meter. Aan de overkant van de kloof ligt het markante punt C
Hij wil de afstand van A tot C bepalen. Hij meet BAC is 88 graden en ABC is 81 graden. Breken AC in gehele meters nauwkeurig. Oké, schetstijd. Dus we hebben een driehoek. A, B, C. En de landmeter heeft opgemeten dat de afstand tussen A en B 420 meter is. Ja. En dan heeft hij wat hoeken opgemeten, namelijk hoek BAC. Dat is deze, is 88 graden. En hoek ABC is 81 graden. En dan zeggen ze van ja, dan moet je AC berekenen. Om een of andere reden wil die AC weten. Oké. Nou, dit ziet er een beetje kansloos uit, want je weet nu niet een zijde en een tegenoverliggende hoek. Maar dat is niet helemaal waar, want je weet dat de hoeken in een driehoek samen 180 graden zijn. Dus je kan zeggen, gamma, dat is de hoek die hoort bij C, is 180 graden min 88 graden min 81 graden. Dus dan kom je volgens mij uit op 11 graden. Dus hoek gamma is 11 graden. Nou, dat is mooi. Want als je dat weet, dan weet je wel een zijde en een tegenoverliggende hoek. Eigenlijk moet je hier nog even bijzetten dat het gaat om de hoekensom. Driehoek. Oké, sinusregel. Laten we maar even helemaal opschrijven. De sinusregel was eerst met symbolen. A gedeeld door de sinus van alfa is B gedeeld door de sinus van beta is gelijk aan C gedeeld door de sinus van gamma. En A was dus, dit was A, hè? A weten we niet. En de sinus van alfa is de sinus van 88 graden. Nou, die is verder niet gevraagd, dus ik denk niet dat we hier wat mee gaan doen. B is de zijde die we willen weten. En de hoek die er tegenover zit is 81 graden. Oké. En C is de zijde tegenover hoek C, die is 420. En die hoek die daarbij hoorde was 11 graden. Oké, dus nu hebben we de som eigenlijk vertaald naar iets wat we wel kunnen. Namelijk hier B uitrekenen, want B is de gevraagde zijde, hè? Dat is AC. Goed, kruisingsvermenigvuldigen. B keer de sinus van 11 graden is gelijk aan 420 keer de sinus van 81 graden. Dus B is 420 keer de sinus van 81 graden gedeeld door de sinus van 11 graden. Nou, dat gaan we even intoetsen. Dus, hoeveel meters? In gehele meters nauwkeurig. Oké, dus we moeten gaan afronden. Oké, 420 keer de sinus van 81 graden gedeeld door de sinus van 11 graden. Oké. Nou, dan kom je uit op 2174 meter. Dat moest op hele, dus dan is dat je antwoord. Mooi, hè? Dus eigenlijk lijkt deze som heel erg op het voorbeeld. Behalve dat je eerst uit een verhaaltje wat informatie moest halen. Voordat je gewoon iets had wat je kon uitrekenen. Maar als je dat helemaal kan uitrekenen, dan is het weer goed te doen. Dus, dan gaan we nog even afsluiten. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Minder snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit, minder snel die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om minder snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met minder snel. Minder snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.